Hallo dames en heren, welkom bij Disney Infinity 2.0. En we gaan kijken. Toybox, your download is in progress. Oh. Avengers playsets. Avengers. Play demo. Ik wacht nog even tot de daily challenges, tot die er zijn. Maar even wachten tot het even is gedownload en zo. Oh, duurt dit lang. Yeah, we beginnen gelijk. Disney Infinity. Ik heb niet zo'n platform met die poppetjes. Ik zou hem wel heel graag willen. Maar ik heb gevraagd voor Sinterklaas en ik kreeg helemaal niks. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik zie platformpjes met boompjes. My collection. Hebben we een collectie? We hebben Thor, Raccoon en Violet. Ik wil er eentje kiezen. Doe maar Thor. Gaan we doen. Expires. Ik vind het goed. Ik wil hem gewoon gebruiken. Yeah! Kijk dan. Ik ben Thor. En ik heb een soort van gemene krachten. Oh shit! Holy crap. Dit gaat goed. Ik hoor echt de Jungle Book muziek. Dat is zo'n leuk liedje. Wat gaaf. En we zoeken naar gemene schurken. Oh, hij schoot. What the fuck? Schiet niet op mij. Ik kan me niet verdedigen op die manier. Weg jij! Zo. Oh! Dit niet beneden! Nee! Nee! Kom vliegen, Thor, dat kan je! Damn it, Thor! Holy f... Weg jij! Pats! En pats! Ik gooi gewoon mijn hamer, dat is veel beter. Oh, damn it! Ga weg! Hahaha, zoveel monsters! Huppakee! Huppakee! En jij gaat ook dood! Huppakee! Hahaha! Wat zijn dat? Onzichtbare vijanden? Wat doen jullie? Oh, ze zitten daar beneden! Kom maar, jongens! Nee, kom maar. Kom maar even. Gaan we even met de Thorhamer spelen. Kijk, zo doen we dat. En ik weet niet wat jullie zijn, maar jullie zijn gemeen. Ik ben aan het zweven. Oké. L to fly. Holy crap, ik kan wel vliegen. Waarom leggen ze dat nu pas uit? Oké, dat is de laatste poppetje die we moeten verslaan voor de daily challenge. Holy crap, nee, niet vallen. Goed, zo sta op en wegvluchten. Oh, bijna er vanaf. Wacht. Het gaat lukken. Let op. Kijk, en die valt er gewoon vanaf. Dat betekent dat we alles hebben gehaald. Victory. Yeah. Oké, Thor is toch wel een goed... Level up. Nou, dat is mooi. We hebben een level up gegaan en zo. Preparing next level. Ik ben benieuwd. Maar dit is dus Marvel. Disney Infinity Marvel. Dat is zeg maar de... De tweede 2.0, daar zijn dus de superhelden gekomen. We moeten weer dit doen, defeat all enemies. Het zijn nu wat meer dan eerst. Wat is dit, een toy blaster? What the fuck is een toy blaster? Holy crap! Hij is heel slecht, slechter dan mijn hamer. We moeten op 13 mannetjes verslaan. Is dit een Buzz Lightyear iets of zo? Ja, ga er maar vanaf. Hoppakee! Level up. We kunnen upgrades. Oh, we gaan upgrades maken. Heavy hammer? Heavy hammer. Oeh. Ik wil die kopen. Ik wil deze kopen sowieso. Oh, we moeten dus kiezen uit deze of deze. Damage increased. Ik ga hem kopen. Ik heb hem nu gekocht. En nu kunnen we deze niet kopen omdat hij 2 punten kost. En ik heb er maar 1. Jammer dit. Dus onze hamer is nu een soort van... Wow. Deed ik dat? Dat is heel vet. Dat zag wel heel vet uit namelijk. Oké, let op jongens, let op. Kijk, nou die is al dood. Dat ging heel simpel, dat was echt heel moeilijk. Was dat het? Good one. Oké, dat was hem. Gaat goed. Ik heb mijn poppetje geüpdate. Voor upgrade moet ik eigenlijk zeggen. Geüpdate en geupgrade. Ik wil een ander level spelen. We gaan even quit doen, ja? Gaan we even kijken wat het spel nog meer te bieden heeft. Playsets, toybox. We gaan naar de toybox. Een nieuwe toybox. Empty toybox, new city toybox, new city toybox. We gaan eens kijken, wat kunnen we doen? Ik zie Avengers, ik zie... Oh, oké, ik zag niet zoveel. Maar hij bouwt dus nu een soort van level of zo, begrijp ik. En daar komen groene dingetjes in, groene gras of zo. Oh, daar komen lantaarnpaaltjes. En dan groeit de stad. No force of evil shall hinder this task. Oh, hier zitten ook allemaal vijanden. Ik wil een ander poppetje, ik vind het verschrikkelijk. Ik wil iets anders. My collection, wie hebben we? We hebben Thor dan, die is level 2. We kunnen nog meer poppetjes misschien wel kiezen. Oh, Buzz Lightyear, kijk nou leuk. Maar die kost 6 euro. Daar moeten we door betalen. Wie hebben we nog meer? Mickey Mouse, kunnen we Donald Duck niet ergens krijgen? Kijk hoeveel poppetjes. We kunnen misschien wel Donald Duck kopen.
als die erbij staat, die moet er toch bij staan. Oh, die kunnen ook selecteren. Donald Duck. Donald Duck. Kijk eens wat een schat. Donald Duck. Hij is wel leuk, hè? Rocket Raccoon. En ik weet niet of hij beter is. Oh, hij is helemaal niet zo sterk. Ik dacht, hij is heel krachtig of zo. Hij is heel sterk. Hij kan iedereen kapot schieten. Maar kijk hoe lang hij erover doet. Hij is wel... Oh, ik moet 50.000 keer schieten op zo'n mannetje. Zo, nou, we gaan wel in ieder geval dood. Help building toy boxes talk to the host. Ik ga ze even saven. We kunnen zelfs saven. Game saved. Oh, ik krijg een soort van achievement of zo? Ik weet niet. Getting your feet wet. Feet complete. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Maar ik heb een nieuw concept geunlocked. Omdat ik het spel heb opgeslagen. Oké, misschien ga ik hem daar nog een keer opslagen. Toy box games. Escape, Stitch Tropical Rescue. Oh, hij kan dingen kopen. Duckling Decoy. Lido's Tropical Paradise. Hij is gelokt. Ik kan gewoon niks kopen. Oké, we gaan verder. Kan ik hier wat kopen? Asgard Toys? Het kost allemaal... Deze kost geen geld. Large Sand Drone. Ik ga hem kopen. Ik weet niet wat het doet of wat het kan. Maar ze geven gelijk aanbiedingen van... Koop het voor €130. Oké. Ik sla dit nog maar even over. Kan ik het niet gewoon kopen, dit? Ik wil gewoon dit kopen, zo. Unlock this and many other fantastic future of Disney with one of your exciting starter pack. Ik kan het gewoon niet kopen, want dan moet ik gewoon de starter pack kopen. Oké. Doe gewoon de verspilde moeite. Ik kan niet eens mijn eigen spelletje doen hier. Nou, hier kan je dus in je toybox kan je dus van alles doen. Kan je dus je eigen level maken. Ik weet niet wat hier aan de rand is. Kan ik hier eraf vallen of zo? Ik ga eens even kijken. Oké. Nou, dat was niet goed. Ik ga eens kijken. Hebben we nog een poppetje die we kunnen selecteren? My Collection. We hadden namelijk nog een poppetje. We konden ook Thor kiezen, maar we konden nog eentje kiezen. Dat was die vrouwelijke dame. Dat is waarschijnlijk als je een dame bent dat je ook gewoon een vrouwelijk personage kan kiezen. Deze van Incredibles. Ik ga ze die proberen. Even kijken of die goed is. Let op. Wow. Lekker ninja. Hè? Zo, dat ziet er wel echt goed uit. Ik moet wel zeggen dat het grafisch echt een hele toffe game is. Ziet er echt mooi uit. Hallo meneer, ik ga u aanvallen. Want u hoort hier niet thuis. Huppakee, zo, die is sterk. Zie je dat? Komt dit ook slopen? Nee. Ja, er staat van je kan toys kopen. Maar dat doet het toch niet. Dus waarom zou ik het kopen? Wow. Ik kan onzichtbaar worden. Huppakee. Dit is wel een sterk poppetje in één keer, merk ik. Maar je kan dus vijanden vermoorden en dan kan je punten toe krijgen en... Ik weet niet of dat het enige is wat je kan doen, want voor mij zitten ook grote missies in het spel. Ik ga eens kijken of het nog meer te bieden heeft. Maar laten we eens kijken. Playsets. Guardians of the Galaxy. Play demo. We gaan de demo spelen van Guardians of the Galaxy. Ik ben heel benieuwd. De vrij recente film natuurlijk van Marvel. Ik vond hem wel een van de beste eigenlijk. Van dit jaar dan. Hè. Milano, hailing the space station nowhere. Cosmo, buddy, you there? I repeat. Ronin's necrocraft are gaining on us. What's our next move? That question implies there was some sort of plan to begin with. Wait. You stole an Infinity Stone. One of the most powerful objects in the universe. A Ronin the Accuser. One of the most vile despots in the universe. But you have no exit strategy. I am Groot. Guys, I am Groot. I've totally got a plan. Altijd. I'll tell you in a sec. Ah, hang on! Holy crap, gaan we vliegen? Wat gaan we doen? What is the problem this time, Star-Lord? Cosmo, my pal! We're coming in hot with a couple of bogeys on our back. I see no bogeys, but there are several necrocraft on your tail. And thanks, by the way, for leading Ronan's lackeys here. Yeah, about that. Ronan might want the thing we're bringing to the Collector. Sometimes I think it's you who we need shielding from. Lower the shields already! I can lower the shields for a moment. Dock quickly. I cannot allow these necrocraft to overrun nowhere. That should pose no problem. We just lost our speed dampers. See? My plan worked. Okay, we zitten in game, denk ik. Yes, we gaan Star-Lord costume. Some necrocraft made it through our shields. I suggest you make your delivery quickly. We spelen met Star-Lord in deze Guardians of the Galaxy map, eigenlijk om het zo te noemen.
kunnen dingen oppakken. Kijk eens, we kunnen het er misschien wel neergooien ergens. Ik weet niet waar naartoe. Gooi maar gewoon daar naartoe. Er zitten ook weer punten in, dus we kunnen dingen verzamelen, zie ik nu. We kunnen hier misschien gaan klimmen. O jee. Dat we hier een soort van Assassin's Creed idee gaan krijgen. Dat is gaaf, hè? Met Star-Lord. Oh, niet vallen hier alsjeblieft. Gaaf gedaan dit hoor, die missies. Moeten we hier naar boven, waar gaan we heen? Oh! Bedankt voor het vallen. Oh shit, het gaat instorten. Ik ben gelukkig op het goede plekje nu. We klimmen deze toren omhoog. Ik weet niet wat er... Oh, nee! Dat was een misjump. Ik ga eens kijken of het de tweede keer gaat lukken. Natuurlijk gaat het de tweede keer lukken. Wat kunnen we hier allemaal vinden? Ik denk dat we die deur moeten, die een soort van kapot is. Smash, wow! Ben ik de Hulk geworden? Oké, het wordt allemaal uitgelegd. Ja, ik hoef het allemaal... Ja, ik snap het. We kunnen dus pop dingetjes oppakken, punten. En zo komen we... En dat... Oh, moeten we de collector verpakken eigenlijk? Maar dat icoontje we zien met die cijfers, daar moeten we dus naartoe. Dat is ons missieobject. Gaan we hier serieus balanceren nu, hier bovenop? Ik denk het wel. Ik vrees van wel. Oh, we gaan glijden. Nog beter. We kunnen deze kistjes kapot maken. En wat fantastisch is dit. Is leuk gedaan. Deze zulke levels, daar hou ik van. We kunnen ook allemaal kapot gooien. We kunnen het ook oppakken en gewoon kaart wegsmijten. Huppakee. Zo doen we dat. En hier moeten we dus weer gaan klimmen. Ik ga dat eens even doen. En waar moeten wij heen? Oh, we gaan hier naar... Oh, we hebben iets van Iron Man. We hebben een crosscoin gevonden. Oké, we kunnen exclusieve missies kunnen vrijspelen. Als we dus die muntjes vangen. Ben benieuwd. Iron Man muntjes lijken het op. Daar staat een poppetje. Daar gaan we naartoe. Ah, welcome. Dat is de collector. Here. Take it already. Oh, this is an Infinity Stone. Yeah, no big deal. This explains the Necrocraft. I'm guessing Ronan is not happy with you. Understatement. Well, I'm more than happy to relieve your burden. I'll find a safe place in my collection for this beauty. Hij is een verzamelaar. I need your help. Thanks to your little stunt, nowhere is under full-fledged attack. Oh jee. Groot? Yeah, if those Sakaarans overrun Nowhere, Groot. It's Sayonara Infinity Stone. Okay. We gaan dus Oh shit, aliens! Holy crap! Zijn het aliens? Het zijn zeker aliens. Oh, die moet ik niet schieten. Dat zijn goede aliens. Sorry dat ik schoot op je. Sorry dat ik dat ook deed. Spijt me. Ik moet een soort van... Even het pijltje volgen. Oh, ik zie hier een coin. 1 van de 10 coins heb ik. En daar heb ik ook nog allemaal punten wat ik kan verzamelen. Hier is een blauwe bol. Ik weet niet wat het doet. Ik pak het gewoon op. Nou, blijkbaar is het dus hier. Oh, weer een soort van... Ik weet niet wat het inhoudt. Wow, wat is dat dan? Wat is dat? Ik durf het niet te pakken, maar... Ik kan praten met een hond. Oh, wordt aangevallen. Wow, daar komen de mannetjes. Kan ik ze makkelijk kapot schieten? Oh, die gaan al best wel makkelijk dood. Ik kan ze ook oppakken trouwens. Waarom zou ik die mannetje willen oppakken? De Vita Chakrans of Tier on the Platform. Oh, ik moet dus die poppetjes gaan vernietigen. Dat is mijn missie tot nu toe. Kijk eens. Zo, die zijn allemaal dood. En holy crap. Is dat een... Wat is dat? Die zien er wel veel sterker uit, deze. Oh, maar dit gaan we zeker weten halen. Dit was helemaal niet zo moeilijk. Dat ik dacht. Oh! Pak even die munt, hoor. Wow! We kunnen verder. We hebben alle mensen vernietigd. Oh, what the... Hell is dat? Shaman vehicle. Oh, we kunnen met een... Laat me eens rijden met dat ding. Oh! Woehoe! Dit gaat niet goed, zeg maar. Een soort van, ik wil rijden met dat ding. Ja, doei! Dat ging beter. Hoppakee. Nou, we zijn wel verder nu. Wow! Nou mensen, dit was Disney Infinity.
Laat me weten wat je ervan vindt of je het spel zelf ook wel hebt gespeeld. Ik vond het wel leuk om een keer gewoon te proberen wat het spel kan. En ik vind hem best wel heel gaaf gedaan. Vergeet geen like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. En zie ik volgende keer terug met een, wie weet, random nieuwe video. Doei!